Ben je blij met je resultaat? Ja, ik ben heel erg blij. Dit had ik echt nooit verwacht dat ik dit zou kunnen doen. Het was echt lopen voor nog één of twee plaatsjes goed te kunnen maken. Jammer is het maar één geworden, maar die vierde plaats is ook echt geweldig. Hou je van het Japans eten? Dus mama wou veel feestjes houden om te vieren dat ik mocht gaan. Dus we hebben eigenlijk op voorhand al veel sushi gegeten. Ook omdat zij niet naar hier mochten meekomen. Dus hebben we zo al een beetje Japan naar huis gebracht. Als je een andere Olympische discipline zou moeten kiezen, welke zou je dan nemen? Basketbal. Toen ik nog speelde, waren de Belgian Cats nog niet zo populair. Alleen behaalden die ook nog niet zo'n prachtige prestaties. Maar ik denk, moest ik nu terug in de jeugd zitten van de basket, zou ik daar wel ook van dromen, denk ik. Wat ga je nooit vergeten aan dit Olympisch avontuur? Dit is de eerste keer dat ik over de 40 meter gooi met speelwerpen. Dus dat ga ik nooit vergeten. Wat ga je doen met die premie van de Nationale Loterij? Ik denk dat ik een spaarder ben. Maar je hebt wel net een appartementje gehuurd. Dus kan ik dat misschien daarin steken om versiering voor het appartementje.